Goedenavond. Hartelijk welkom bij deze uitzending van Laat je bemoedigen. Fijn dat u hierop afgestemd hebt op 5 mei 2021. 5 mei, een memorabele datum voor Nederland. Hoewel er steeds minder mensen zijn die het einde van de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt. Desalniettemin een goed moment om in deze uitzending daar min of meer bij aan te sluiten. We lezen daarom een maand na Pasen uit 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 9. 1 Petrus 1, vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. De woorden die we lazen willen we ook als uitgangspunt gebruiken voor deze overdenking. En toch zetten we een streep onder de woorden ergens in vers 3. Deze woorden: opnieuw geboren tot een levende hoop. Nederland herrijst. Gemeente Zondag is er nog maar 4 weken geleden, was het 4 weken geleden, dat we Pasen vierden. Maar de werkelijkheid van Pasen mogen we elke week vieren, elke dag vieren en beleven. Immers, Jezus leeft. Als dat niet zo was, dan hadden we alleen een Goede Vrijdag. Maar dat zou allerminst een Goede Vrijdag zijn. Als het geen Pasen was geweest, dan was die vrijdag voor Pasen de allerslechtste vrijdag geweest. De dag waarop de Messias ter dood was gebracht aan het kruis en aan het eind van de dag in het graf gelegd. Als het geen Pasen was geweest. Als er geen bevrijdingsdag was gekomen in Nederland, dan hadden wij ook geen jaarlijkse 4 mei herdenking. Want dan vielen er nog dagelijks doden ten gevolge van de verschrikkingen van de oorlog. Bevrijdingsdag is gekomen. 5 mei 1945. Na 5 lange en bange jaren kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Toen werd de vrede getekend en was heel Nederland bevrijd gebied, terwijl in het najaar van 1944 de zuidelijke Nederlanden al waren bevrijd. Bevrijdingsdag en Pasen. Ik trek de lijn maar even door op deze dag. Niet alleen vanwege de datum, maar ook vanwege de overeenkomende realiteit. Bevrijd van de overheersende macht. Of is het voor u geen Pasen terwijl het Pasen is? Pasen is geweest. Voor Petrus wel. Tot grote verwondering van hemzelf. Want in eerste instantie was die derde dag na Jezus' dood, zijn sterfdag meegeteld, voor Jezus een dag als onze 4 mei.
dodenherdenking. Hoe vreselijk was het geweest voor Petrus toen het laatste wat hij van Jezus zag, dat oogcontact was, u weet wel. En Jezus keek hem aan. Wat een bitterheid volgde er toen voor Petrus. En toen werd Jezus berecht, gevonnist, stierf hij en werd hij begraven. Het was niet alleen maar het einde voor Jezus. Voor Petrus was er nadien eigenlijk geen leven meer mogelijk. En die 2 dagen leken eindeloos lang te duren. Zo ging het ook naarmate de oorlog voortduurde. Dat het leven steeds donkerder werd. Ook toen op veel plaatsen de honger steeds nijpender werd. En er veel verliezen waren te betreuren. Ook in Rijssen weten wij daarvan. Toen in april 1945 ook Rijssen bevrijd werd, was de opluchting groot. Er kwam een ander leven. Nieuw leven. Zeker, dat duurde nog wel even, maar er stond een punt achter de oorlog. Gedachten aan wederopbouw konden er zijn. En plannen konden langzaam maar zeker worden gesmeed. Nieuwe hoop was geboren. Nederland herrijst. Misschien ligt er ergens bij u ook nog wel zo'n herdenkingsmunt van destijds, toen de vrijheid 25 jaar jong was. Inmiddels zijn we 50 jaar verder. Ruim. Pasen. Pasen ergens in het begin van het 4e decennium van de christelijke jaartelling is dus inderdaad heel wat langer geleden dan 75 jaar. Het loopt tegen de 2000 jaar dat onze Heer is gekruisigd, gestorven en begraven en is opgestaan uit de doden. En elke zondagmiddag of elke zondagavond wordt dat in het midden van de gemeente, in de kerkdienst, als een geloofsbelijdenis uitgesproken. Mijn vraag is of het voor u en voor jou ook een geloofswerkelijkheid is. Geloofswerkelijkheid dat de gekruisigde is opgestaan uit de doden. Is dit je leven? Jezus leeft en ik met hem. Voor Petrus is het grootste wonder dat hij heeft beleefd. En daarom, hij kan er niet van zwijgen. Dat heeft zijn leven totaal veranderd. Dat Jezus opstond uit de dood. En hij omschrijft het als dat hij opnieuw geboren is. Dat deed de opstanding van de Heer Jezus Christus met hem. Hij had geen leven na de dood van zijn meester. Wat moest hij verder? Als zijn Heere, van wie hij zoveel hield, niet meer bij hen was. Dan was al de vreugde en het doel uit zijn leven verdwenen. Maar hier prijst Petrus God, de Vader. Hij heeft Petrus na zijn verloochening niet laten vallen. Hij heeft zijn zoon naar Petrus toegestuurd, zodat er een persoonlijke ontmoeting kwam tussen Jezus en Petrus. En dat gaf Petrus hoop. Levende hoop. En levende hoop is hoop die doet leven. Nee, niet in de zin zoals we dat in Rijssen nog wel eens zeggen. Als we over geloofvertrouwen spreken, dan zeggen we, of wie hoppert. Vaak klinkt daar weinig zekerheid in door. Dat dekt vaak niet de lading die het hier bij Petrus heeft. De werkelijkheid dat Jezus is opgestaan uit de doden maakt van Petrus werkelijk een nieuw mens, opnieuw geboren. Nu Petrus weet dat Jezus leeft en hij zich aan Petrus heeft laten zien, weet hij dat het weer goed is tussen God en hem. Nee,
Inderdaad, niemand van ons heeft Jezus ontmoet zoals Petrus hem heeft ontmoet. Dat is waar. Maar is dat nodig om te geloven dat Jezus leeft? Ja, soms hoor ik dat wel zo. Als Jezus nu nog zou leven, zou ik wel geloven. Maar dan lijkt het op eerst zien en dan geloven. Maar de geschiedenis van Jezus' leven, dat weerspreekt die gedachte. Velen hebben toen gezien. Hebben zelfs brood uit zijn handen ontvangen. En hebben niet geloofd. Maar heb je hem dan nooit ontmoet? En dat terwijl je wekelijks onder de verkondiging bent en dagelijks je Bijbel leest. Niet wedergeboren tot een levende hoop, hoewel je weet dat het niet bij die vrijdag is gebleven, maar dat juist door de opstanding het een goede vrijdag is geworden. De beste die er ooit is geweest. Daar begon de hoop te gloren. Toen de laatste vijand werd overwonnen en het uitgeroepen werd over Golgotha. En het van daaruit over heel de wereld is uitgeroepen. Het is volbracht. Het is volbracht. En met het uitroepen van dat hoge woord ging het eerste licht van Pasen op over Golgotha. Nederland herrijst. Dat was de werkelijkheid van na het tekenen van de vrede. Het puin kon worden geruimd. De verliezen moesten worden verwerkt. Aan een nieuw bestaan kon worden gewerkt. Nederland herrijst, want het is Pasen geweest. Is het waar? Hoe verder wij van Pasen afkomen te staan, hoe doodster het soms lijkt te worden. Levende hoop. Hoop die doet leven. Leeft het in u? In jou? Het is ook anders dan na de Tweede Wereldoorlog. Toen sprak ik over een land, Nederland, dat herrijst uit de as. Als ze spreken over de vrucht van Pasen, dan is dat niet in de laatste plaats persoonlijk, individueel. Maar het wil zo breed worden als de kerk en het volk is. Laten wij getuigen van de hoop die in ons is, net zoals Petrus dat doet. En die hoop gaat verder dan dat we hier op aarde weer vooruit kunnen voor een aantal jaren. Petrus weet dat ook hij, eenmaal, jong of ouder, het leven moet loslaten. Achterlaten. Verlaten. En de hoop waarover hij spreekt, die werpt een schaduw ver vooruit. Er valt licht over het leven vanuit de eeuwigheid. Petrus weet van leven voor de dood. Leven nu en hier. Hij wordt bemoedigd nu Jezus is opgestaan uit de dood. En hij met Jezus levend gemaakt is. Hij ziet het voor zich, een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Leven met God, dat nooit ophoudt. Daar waar geen zonde is. Die erfenis die Petrus en die alle gelovigen mogen hebben in Christus, is onverwoestbaar. En geeft bij momenten zo'n hunkerend verlangen. In gezonde dagen, in ziekte en bij het naderen van de dood. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een grote opbloei. Maar daarna zijn er ook verschillende crises geweest die de hoop temperden.
En helaas blijven er vreselijke oorlogen op deze aarde bestaan. Afschuwelijk. Met deze erfenis en dit uitzicht wordt het alleen maar meer, naarmate het einde nadert. Het aardse leven zijn glans verliest, doordat het leven zijn beperkingen laat voelen. In de overdenking, het onder ogen zien en erin verblijden van het toekomende leven, mag dan door de geest de hoop gevoed worden. Dan kan het soms zomaar in je gedachten binnenkomen. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd. Helemaal vol van uw goddelijk beeld. Ja, inderdaad, overdenking van het toekomende leven. We kennen allemaal die slogan wel. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar mag ik het met alle eerbied vandaag ook zo gebruiken? Het resultaat uit het verleden, Golgotha, gevolgd door Pasen, is de enige garantie voor de toekomst van het leven bij God. Het offer van Christus op Golgotha is de enige grond voor mijn bestaan en geeft in het geloof uitzicht op de erfenis. Dat vooruitzicht dat de Heere de erfenis voor ons bewaart en bewaakt door het geloof, geeft ook kracht om beproevingen te doorstaan. En soms kunnen die beproevingen heel heftig zijn. Houd daarom moed. En zie op Jezus, de opgestane uit de doden. Door met hem te sterven en met hem op te staan in de kracht van het geloof, mogen we uit de dood herrijzen. En zullen we eenmaal eeuwig met hem leven. Ja, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. En verlangend naar die heerlijke erfenis roepen we het uit. Kom, Heere Jezus, kom maar snel. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heere onze God, u die onze genadige Vader bent in Jezus Christus. Wij danken u op deze avond van de 5e mei voor de vrijheid die er in ons land al zo lange tijd mag zijn. Wij danken u voor de bevrijding uit de macht van de boze, doordat u, Heer Jezus Christus, uw leven gaf en opstond uit de dood. Wij danken u voor nieuw leven in Christus Jezus. Jezus leeft en ik met hem. Ja, Heere, zo mogen we wedergeboren zijn tot een levende hoop. Laat het het leven van uw gemeente mogen bepalen, hier en nu. En dat we niet hier opgaan in alle dingen die ons maar in de schoot kunnen vallen. Maar Heer, dat we leven uit dat wat ons eenmaal ten deel zal vallen en waar nu al van dat kapitaal de rente van mag ontvangen worden om van te leven. We komen u bidden voor de zieken, voor de bedroefden en de beproefden. Heer, wilt u met hen zijn. U weet hoe groot de nood soms kan zijn. Wij danken u voor het leven door Christus in eeuwigheid. En wilt u ons allen leren om te getuigen van de hoop die in ons is. Opdat uw gemeente mag zijn een lichtend licht. Heer onze God, wij vragen u, hoort u ons gebed? In de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus.
Amen. Dan zal Dick Sanderman nu spelen de melodie van lied 256 uit Weerklank, waarvan de woorden van de eerste regel van de eerste lied zijn: sta op uit de doden, dat Christus over u lichtte. Fijn dat u vanavond zo met ons verbonden was. Ik wens u nog een hele fijne avond. Of misschien luistert u op een ander moment en hebt u de dag nog voor zich. Tot ziens.